En je hebt ook heel veel inspiratie te vinden hier en bruikbare tips om meteen mee aan de slag te kunnen. Wij zijn vandaag op het toetscongres van pijlstok naar polstok. We zien dat heel veel scholen in het voortgezet onderwijs bezig zijn met toetsen. Daar ook wel mee worstelen. Hoe kun je dat nou anders doen? Hoe kun je dat nou zo doen dat het echt de leerling centraal zet? En dat leerlingen gaan leren van toetsen. Dat er maar toevraag, dat die beantwoord wordt voordat je gaat praten over de verandering. Deze leerlingen geven al aan wat ze willen, zo simpel is het. Het verhaal van Marcel van Herpen, dat vond ik zeer inspirerend. En volgens mij raakt het ook de kern. Net die lezing over feedback geven, daar zaten echt hele bruikbare tips in die je meteen kan gebruiken in de toetsweek. Meer feedback geven in plaats van richten op cijfers. Ja, ik heb meteen al ideeën om dat inderdaad komende week al anders te gaan doen. Ik heb nu heel erg veel toetsen in één keer en het zou wel fijn zijn als het gewoon iets rustiger aan zou gaan en gewoon iets minder over cijfers, maar ook iets meer over je werkhouding en hoe je het in de les doet. Wat een leuke discussie waar ik dan later weer even over doorga nadenken. Buitengewoon inspirerend en dat laat je weer eventjes voelen waarom je ook voor dit vak als docent gekozen hebt.